De politie zal hard optreden tegen personen die de avondklok overtreden. Dit zei inspecteur van politie Humphrey Naarden gisteren bij de dagelijkse persconferentie van de overheid. De avondklok is door de president voor 2 weken ingesteld om de verspreiding van het COVID-19-virus in te dammen en niet om de burgerij onaangenaam te zijn. Dat gaf Naarden aan. De politievoorlichter zegt dat in de eerste nacht er een aantal incidenten is geweest waarbij burgers zonder noodzaak zich op de openbare weg bevonden. Ze hebben ook het bevel van de politie om naar huis te gaan genegeerd. De politie vraagt aan de burgerij om deze vorm van wangedrag achterwege te laten. De politie zal niet schromen om binnen die wettelijke bevoegdheden die zij heeft, hard op te treden tegen deze burgers die de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid van ons hier in Suriname, van zowel natuurlijk zichzelf en anderen, in gevaar brengen in Suriname. Men moet ook rekening mee houden dat de overheid maatregelen kan verscherpen als dat noodzakelijk blijkt te zijn. De politie vraagt ten overvloede dat iedereen zich houdt aan de partiële lockdown van 8 uur in de avond tot en met 6 uur in de ochtend, die momenteel van kracht is in geheel Suriname. Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid, benadrukte dat de partiële lockdown bedoeld is voor de veiligheid van de gemeenschap. Ze zegt ook dat met de avondklok de verspreiding van COVID-19 ingedampt kan worden. Nu 8 personen, de directeur Volkszondheid heeft het aangegeven, hopelijk blijft het zo. En misschien kunnen we nog 10, misschien kunnen we nog 20. Maar wanneer we 100 mensen ziek hebben, dan wordt het een beetje moeilijk in Suriname. Dus zou we doen naar een juist samen voor beheers aan COVID-virus disease. En dat maakt we moeten dat alles maar moet zo. Want alle beetjes helpen om ervoor zorg te dragen dat het COVID-virus die zich nu ook zomaar een wai-wai, alle bierki, alles maar is ziek. En dat ook wordt wat druk op de gezondheidssector. Om nog maar zorgen dat alles maar dan beter is. En dat zo dit kan vatten. Nu de gezondheid afversie, de maar horen ook te in stand. Maar dat betekent, en dat we dat pakken, je verantwoordt de belangrijk toe. Jouw verantwoordelijk, mijn waarde Suriname, mijn waarde broeder en zuster is, voor zorg dat je hoor je naar de afspraken, a partiele lockdown, naar bona straat, dan naar je ozo, was je aan en hoor alles pikkie dan verder voor 2 meter. Tot zover Daniela Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Ze sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid over het COVID-19-virus. Ze roept iedereen op om zich te houden aan de maatregelen van de overheid.